Vice-president Ronnie Brunswijk zegt dat er geen spanningen bestaan tussen hem en transportminister Albert Chubutana. Vandaag zei Brunswijk voorafgaand aan de Raad van Ministers ook niet te weten wat de exacte reden is waarom de bewindsman recentelijk zijn functie ter beschikking heeft gesteld. In ieder geval, nadat ik hier weg was, heeft hij mededeling gedaan in de RVM dat hij een persoon geleden een portefeuille wil inleveren. Ik zeg oké, is goed, geen probleem, maar zijn er problemen? Hij zegt persoonlijk, dus als iemand zegt persoonlijk reden, kan je niet kunnen, ik wil actie maken om in zijn te doen. Maar in ieder geval, hij heeft nog geen brief, hij zegt die brief is dan onderweg. Intussen heeft hij een brief gestuurd naar de president en een CC naar mij. Dus die brief is gericht naar de president. Dus, als dat gebeurd is, dan bij hem, want dan next morning is hij aan de president gericht. Maar in ieder geval heeft wel te kunnen geven dat hij per 1 augustus iets anders wil gaan doen. Brunswijk geeft verder aan dat hetgeen assembleelid Mahinder Yogi recentelijk in de media heeft gesteld, dat de VP en Chubutana niet door één deur kunnen, helemaal niet klopt. Dat kan de minister zelf bevestigen, zegt Brunswijk. We hebben elke week vergadering binnen ABOP zelf. Dus er is geen enkele spanning. Als er spanning was, zou ik hem zelf wegjagen toch? Ja toch, als er spanning is. Ik kan ook geen spanning hebben met het minister die ik heb aangesteld. Ik heb geen spanning. Wij behandelen elke minister met egaar. De VP merkt op dat alles binnen de regering met consensus wordt gedaan. Er zijn nooit problemen geweest met Chubutana of zijn collega Amoksi. Bij een verkeerde aanpak van zaken wordt een minister aangesproken, besluit de politicus.